De laatste, kijkers, de laatste voor deze video. Oké, weet je wat? Ik gebruik hem en ik loop weg. Oké, dan gaan we tekenen. Hallo kijkers van Game Job. Leuk je kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik CSGO doen. Een CSGO case opening, wat jullie al aan de titel hebben gezien. En ik vind CSGO heel erg leuk. Ik speel het echt heel erg vaak. Ik speel het zelfs vaker dan Minecraft. Wat ik eigenlijk heel vaak deed eigenlijk, zeg maar. En ik heb eigenlijk al een paar video's opgenomen. Maar die waren mislukt. Ik had een video met mijn team. Mijn CSGO team. Normalize heet dat. Met allemaal vrienden en allemaal gezellige gasten. Ofwel, maar dat was nog niet zo'n goed potje. Want ik had heel veel dingen die verkeerd waren. Zoals de sensitivity was niet goed. En de kosten moesten nog veranderen. Dus ik had een beetje slechter voorbereid. En dat potje ging gewoon echt niet goed. Was maar ik had 9 kills of zo. Dat ging echt dramatisch slecht. Soort van, was niet, nou, het kan slechter, maar het was gewoon niet heel goed. En dan heb ik een video daarna opgenomen, maar mijn microfoon deed niet. Dus één, het eerste potje was niet heel goed. En al met de potjes deed mijn microfoon niet, maar ik heb het gelukkig gefixt dat mijn microfoon het wel doet. Dus twee potjes had ik al, of twee video's voor CSGO opgenomen, maar die waren mislukt. Maar nu gaan we een case opening doen en die gaat wel goed, weet ik 100% zeker. En ja, nou, laten we hopen dat die wel goed gaat. Als ik kan zien, ik ben zoveel vier... Ik denk waarschijnlijk van, Job, je bent echt heel erg slecht. Ja, dat is best kunnen. Ik heb minder dan 100 uur. Ik heb pas 80 uur, dus ik heb nog niet heel erg lang. En ik ben ook niet heel goed. Toen ik zeg maar rank kreeg, was ik Silver Lead Master. Toen Silver Lead, en nu Silver 4. Toen ging ik van Silver 4 laatst naar Silver Lead. Maar nu ben ik weer gedierenk. Dus ik ben al 2 rank, soort van gedierenk. Dus het gaat niet heel goed met mij. Maar ik ga gewoon mijn best doen om weer terug naar Silver Lead te worden. En Silver Lead Master zelfs. En dat ik daarna weer hoog ga komen. Maar eerst gewoon de case opening vandaag. Ik heb ook kennelijk opeens een keer een badge of een achievement of hoe je het ook noemt gekregen. En dat zegt... A number of unique commendations received for being a teacher. Oftewel, ik ben kennelijk een goede, I guess, een goede leraar, een goede teacher. Het zal wel, ik vind het leuk dat ik het gekregen heb. Maar ik dacht dat het heel erg uniek was en dat het heel erg speciaal was. Maar ik ben uiteindelijk afgekomen dat je gewoon iedereen kan gewoon stemmen. En dan krijg je gewoon waarschijnlijk één als iemand stemt. Want ik vind jou goed, ik vind je even aardig. Je kan stemmen voor een goede leider, friendly dus aardig. En voor een goede leraar. Maar kan iedereen stemmen. Dus op zich is het niet heel uniek. Als ik erachter mag komen dat het hier zegt. Maar we gaan beginnen met de video. Ik heb genoeg geluld. Ik heb allemaal onzin gepraat. Wij hebben hier 10 Operation Wildfire keys. Ook de 10 Operation Wildfire cases. 10 Gamma 3... Gamma? Chroma 3 cases. En ook de keys erbij natuurlijk. En 1 Spectrum 2 case key. Vandaag heb je maar 1 case key van Spectrum 2. Ik vind het een hele mooie case. Ik heb gekeken welke ik het mooiste vond. En hoeveel de case waar ik de meeste skins mooi vond. Die zou ik gaan nemen. Vond daar maar ver uit. Vond ik het hier de mooiste. Vond ik had ik de meeste skin die ik het mooiste vond. Maar het is een beetje een dure case. Toch om voor de troost ga ik mijn allereerste key. Dus ik ga in de video mijn allereerste key openen. Voor CSGO. Ga ik een Spectrum 2 case key openen. Als allereerste case. En dat is dan toch nog een beetje een leuke eer voor de Spectrum 2 case. Ik heb dus totaal 21 cases. En ga hem lekker open. Het kost heel veel geld. Ik ga het misschien af te doen. Maar ik ga het zeker echt niet vaak doen. Want het kost bij elkaar €42,60 of zo is het. Het is echt belachelijk duur. Misschien nog zelfs nog iets duurder. Maar rond de €42. Dus dat kost heel veel geld. Dus ik ga het misschien af en toe tijdje. Als ik weer wat geld heb gespaard, ga ik het kopen. Maar ik verwacht geen vaak een case opening. Want het is pittig duur. Ik heb zin in. We gaan de allereerste Spectrum 2 case openen. Maar allereerste case ooit in CSGO. En ik hoop dat het echt iets goed is. Ik hoop dat het tenminste een paars is. En voordat jullie vergeten, ik ga nu weer wat vertellen. Maar ik ga vertellen welke ik mooi vind. Dus dit zijn de skins die ik mooi vind. Dus niet hoeveel waard zijn. En als je denkt van, joh, waarom wil je een blauwe? Zijn die ik mooi vind. Als ik de helft van alle skins die ik mooi vind krijg, dan ben ik al tevreden. En we gaan eens even, ik vind deze wel mooi. Deze oude sniper, het is wel een oude sniper. Maar ik vind deze wel gaaf. Die zou ik wel leuk vinden. Ik vind die wel mooi. Die zou ik leuk vinden. Deze natuurlijk een knife zou leuk zijn. Die zijn er dus dan. Deze zou ik leuk vinden. Ik vind die wel leuk. En ik vind deze ook wel leuk, de high roller. Ik vind die ook nog wel mooi. En dat is eigenlijk zo'n beetje, de rest is allemaal bout, vind ik. Maar kijk, maar ik vind ook wel blauwe mooi. Dus het gaat om mooi en niet om hoeveel het waard is. Maar laten we gaan openen. Eerste key. Eerste case. Wat krijgen we? Zal ik een blauwe? Hé, hey, we hebben een aug. Een blauwe, ook of course, want ja, ik krijg natuurlijk de meeste blauwe. Maar deze vond ik ook mooi. Ik was vergeten deze te zeggen dat ik hem ook mooi vond. Ik vind deze ook wel ziek. Hij ziet er wel heel battlescarred uit. Waarschijnlijk is hij ook wel worn. Even kijken. Ja. Ik heb gewoon goed gegokt. Het is inderdaad wel worn. De eerste case al geopend in heel mijn CSGO. Het is geen geluk. Het is wel een well-worn oog. Maar ik wil deze skin wel. Van alle skins die ik wil uit de case. Dus dan heb ik wel gelijk een skin die ik wil. Dus dat telt dan wel gewoon mee. Oké, ik ben voortaan aan het praten. We gaan gelijk beginnen met de tweede case. We gaan beginnen met de Wildfire. En dan gaan we de Chroma 3 cases openen. Let's go. De Operation Wildfire. We gaan de allerlaatste kiezen. Want misschien brengt dat geluk. Select item. En dan doen we use key. Let's go. Please gamen. Gamen. Game nu al. Geef mij iets goeds. En ik heb deze. Oh, deze wil ik ook hebben. De Dual Brothers Cartel. Ik vind hem zelf wel mooi. Ik hoop dat hij in goede staat is. Hij ziet er best wel ziek uit. Ik denk dat hij veel testers is. Veel testers zou hij best wel kunnen zijn. Ook wel hoor. Oh, ik vind hem nog niet zo heel slecht eruit zien. Nou ja, ik vond deze mooi omdat hij van die effecten heeft. Van die coole print. Deze wou ik graag hebben. Deze dus, er zijn al 2. Deze, die vind ik mooi. Die vind ik mooi. Heel het rijtje vind ik leuk. Als we eigenlijk gewoon de helft van alle keys die ik mooi vind kunnen krijgen, dan ben ik al tevreden. Eerste Wildfire of tweede Wildfire case. En het is...
Oh, een PP Bison Photixon. We krijgen een Tatterack Mac 10 Lepisgator, hoe je dat uitspreekt. Oké, okay. Ik had eigenlijk die Glockrop, want die wilde ik ook graag hebben. Ja, het is wel een blauwe. Hij is wel Tatterack, maar een Mac 10. Ja, sorry, maar het is niet heel erg interessant of zo. En het is een blauwe, maar oké. Okay. En hij is Factory New. Ik heb wel 2 Factory New skins, dus ik kan ze goed gaan gebruiken voor een trade-up of voor mijn skin. Want ik heb dan ook nog niet heel veel skins. Ik heb echt paar skins. Dus elke blauwe die ik meepak, die ik mooi vind of die ik goed kan gebruiken, ben ik blij mee. Ja, een Tatterack USPS Lead Conduit. Of Conduit. Ik heb geen idee hoe het uit te spreken. Maar deze wil ik ook graag hebben. Nice. En hij is Tatterack ook nog. Oh, ik denk dat hij veel tested is. Ik kan gewoon goed dingen gokken. Het is ook niet heel moeilijk om te gokken als je 25% kans hebt. Hé, joh. Ik ben er tevreden mee, hoor. Echt waar. MP7 Empire. De eerste paarse. Maar ik vind deze echt heel lelijk. Sorry, ik zeg, maar ik vind deze echt afschuwelijk. Oh. Wat ziet die er naar uit? Ook al is die factory niet, dat maakt me niks uit. Gamen. Ik doe mijn ogen dicht. Ik kijk niet. Hopelijk heb ik nu een paarse. Of in ieder geval eentje die ik graag wil. En misschien wel een roze. En we hebben weer een Mac 10. Nice, die heb ik al. Maar ik heb mijn statwerk, dus dat maakt helemaal niks uit. Een Tech 9 Jambia. Ja, fijn is dat. We hebben nog 3 Wildfire Case Keys. Hopelijk krijgen we nog een paarse erin. Want tot nu toe hebben we 3 van de skins die ik wilde. Dus ik hoop dat er wel wat meer worden. Want anders dan heb ik er echt vrij weinig aan. En het is een... weer een Mac 10. Ik kreeg alleen een Mac 10, joh. Ik kan er wel een goede trade-up van maken, maar alleen een Mac 10. Ik hoef die scheidingen niet. Okay. Ik heb nog maar 1 paarse. Geef me alsjeblieft een paarse, want dit is echt... Oh, ik zag een roze voorbij komen. Maar we moeten natuurlijk... Bruh. Oh mijn god, dit is toch niet normaal? Als je nu nog een Mac 10 geeft, dan word ik echt bad. Oh, dit is ook wel zo nice, hè. Er komt de roze voorbij. Er komt de rode voorbij. Maar ik moet natuurlijk weer op een USPS komen. Lead conduit. Ik vind hem mooi, maar ik heb er al 1. Dus gewoon 2 teasers. Gewoon 2 irritante teasers. Oh, een roze. Wil je die graag hebben? Nee, die krijg je niet. Hé, een rode. Wil je die graag hebben? Nee, die krijg je niet. Fijn, hè? Wildfire case keys, die zijn een beetje tegengevallen. Ik heb een paar, maar ik heb alleen een Mac 10. Dus ik hoop dat de Chroma 3 cases een beetje meer geluk brengen. Want anders dan is het een teleurstelling. Deze vind ik mooi. Die. Ik vind die ook mooi. Deze ook mooi. Deze Firefight vind ik leuk. Die wil ik ook graag hebben. En deze Ventilators vind ik ook wel mooi. En we hebben CZ75 Auto Red Aster. Of Aster. Oh, het is een paarse, maar nee, hij is niet mooi. Hij is veel tested, maar nee, ik vind hem scheid. Ik wil iets krijgen. Het zou wel leuk zijn, maar de kans is zo klein natuurlijk. Want ik kreeg alleen maar blauw en paars. Het is echt scheid. Maar toen ik het deed, wist ik ook al van ja, ik ga mijn geld verspillen. Maar ja, dat is natuurlijk niet erg. Een Atlas. Oké, of een paarse, maar we moeten natuurlijk weer op een M9 MP9 Bio League komen. En dat is ook niet heel fijn. Battles card. Ook weer battles card. Gewoon 2 battles card achter elkaar. En dan weet je dat je compleet bent genaaid. Oké, okay, Chroma 3. Oké, okay. Okay, jongens, we gaan even een trucje doen. We doen deze derde. Nee, we doen de... 3, 4 doen we. 3, 4. En dan doen we zeg maar zo. Select item, dan krijgen we het gelijk het wapen te zien. Boom. Toch of niet? Oh, ik kan ook gelijk naar inventory gaan. We doen gewoon de use key. En zie je dat goed op de achtergrond. Zie je dan wat ik krijg. Of 3, 2, 1. Boom. Oh, weer een CZ7 auto. Nice. 2 van die dingen. En een Sadal voetbal. Nee. Laat hem los. En hoop ik eens dat dit trucje werkt. Oh, goed is. Ik zag een roze Asimov voorbij komen, maar ik moet natuurlijk weer op een Tatterack. Ik heb die al voor de 2e keer nu, een Tatterack. Oké, okay, laat mij nou even iets goeds geven. Ik zou het zo fijn vinden. Ik zou het leuk vinden voor mijn kanaal en ook gewoon voor de video. Zie je? Dan is er een Ump Prial Saber. Dan kom ik op net op een Spectre. Oh, weer die roze, alsjeblieft. Ik word er gek van. 2e keer en dan laat je me die roze, die Ump Prial Saber tease. Ik vind het echt heel naar. Ogen dicht. Ik zet hem echt heel lang dicht. Ik gok een blauwe, ik gok gewoon zo'n spectre. Ik deed mijn ogen heel veel open, maar ik heb hem niet gezien. Hé, hey, we hebben een blauwe. P2000 is hier niks. Oké, fijn. De laatste, kijkers. De laatste voor deze video. Oké, okay. Weet je wat? Ik gebruik hem en ik loop weg. 3, 2, 1. Oké, okay. Kom maar roze voorbij. Ik doe mijn ogen dicht. Wat hebben we? Scheid waarschijnlijk scheid. Ik doe mijn ogen open en waarschijnlijk is het een Negev of zo van paarse. En er is niks goed. Oh my god! In de laatste case! Deze wilde ik graag hebben. Het is gelukt. Yes! Let's go! Hij ziet er ook ziek maar uit. Hij is waarschijnlijk factory new of minimal wear. Ik spuug het ook, okay, lol.
Factory nieuw! Een factory nieuw! We hebben 1-2 nieuwe skins gekregen en ik heb er maar 4 gekregen die ik wilde. Het is wel een beetje teleurstelling, want ik heb echt heel weinig. Ik heb nog eens de helft gekregen van alle dingen die ik wilde. Maar ik heb wel een rol gekregen, dus die rol compenseert het dan weer een beetje. Maar ja, ik ben alsnog wel. Dus ik ben er zeker blij mee met die roze. Dat je me 8 euro Primal Saber hebt gekregen. Kijkers, ja, ik moest Kik vertellen, maar hier, ja. Replace both teams. Kik gaat me even helpen voor een trade-up, want ik wil graag misschien met wapens die ik niet wil trade-up kijken, doen. Trade-up. Ik ga even tekenen, oké? Ik ga tekenen. Jobjanoush. Oké, dan gaan we tekenen. We doen een J. We doen een O. We doen een B. En we doen een punt. Dan krijg ik een paars, maar ik hoop dat het een mooi paars is. Hoop jij dat ook? Oké, nog een keer Kik. Approved, en we krijgen een... Ik wil dit graag hebben, dus ik heb toch nog een wapen gekregen wat ik wilde hebben. Ja. Ik ben er tevreden mee. Tot een keer weer op een andere CSGO video. En ik vond het super leuk. En hopelijk hebben we er ook van genoten. En doe blij met mogen als je video leuk vond. Abonneer voor meer video's. Of om op de hoogte te blijven van een nieuwe video. En ik zeg tot later kijkers. En ik ga ervan genieten. Joe.